Welkom bij RTV Berkelstroom. Met vandaag wel een heel bijzondere gast. Niemand minder dan Wiemar Jeger, burgemeester van Zutphen. We hebben afgesproken dat wij mochten tutoyeren. Zeker. Dus zeg ik dan Wiemar, welkom in onze studio. Hartelijk bedankt. Je bent januari dit jaar begonnen als burgemeester. Als waarnemend burgemeester van Zutphen. Hoe bevalt het tot nu toe? Uitermate goed. Dat zijn twee woorden, dus omdat ik uitstekend eigenlijk nog te zwak vind uitgedrukt. Maar eigenlijk moet dat woord waarnemend. Mag ik het doorstrepen? Je bent gewoon burgemeester, burgervader van Zutphen. Dat is absoluut zo. En zo voelt dat ook. Ja. Het waarnemerschap zit hem erin dat er natuurlijk wel een tijdslimiet op zit. En dat we uiteindelijk natuurlijk hier in Zutphen ook echt een zogenaamde kroonbenoemde burgemeester willen hebben. En misschien is het goed om voor de kijkers nog eventjes een klein beetje uit te leggen wat nou het verschil is. Ja. Kijk, die waarnemer die wordt aangesteld door de commissaris van de Koning. In samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken. En de kroonbenoemde burgemeester, dat is natuurlijk eigenlijk de burgemeester die wordt gekozen. In formele zin is dat niet zo, maar informeel kun je gewoon zeggen dat de gemeenteraad bepaalt wie de burgemeester, de kroonbenoemde burgemeester is. Nou, in dit geval ben ik hier naartoe gegaan op aandringen van de commissaris. En dat betekent dat ik dus een waarnemer ben. En we willen natuurlijk uiteindelijk wel een burgemeester hebben die echt door de gemeenteraad is aangewezen. Ik heb niks van je nodig, maar de mensen die ik spreek in de stad zijn so far, so good. Heel erg happy met het feit dat je er bent. Dat is fijn. Je was amper in het ambt hier begonnen in januari. Toen die vreselijke tragedie plaatsvond in Syrië en Turkije, de aardbeving. En dat leidde tot een initiatief van voetbalclub AZC, die ook natuurlijk heel zwaar getroffen was, tot de actie Zutphen helpt Hatay. Ja. En daar zien we hier een beeld van. Even terug, Zutphen helpt Hatay. Ja, dit beeld. Zutphen helpt Hatay in de buitensociëteit. Ja, wat een bijzondere avond was dat. Dat was een heel erg bijzondere avond, omdat hij zo ontzettend twee kanten kende. Enerzijds gewoon letterlijk het verdriet op de tribune, zal ik maar zeggen. Echt letterlijk. Hartverscheurend. En aan de andere kant een ongelooflijke gezamenlijke inspanning die ontzettend veel energie gaf. En die twee gezichten, dat maakte die avond ontzettend bijzonder. De gemeente heeft ook enorm in de buidel getast. Ik begreep, wat was het, een euro of 2 euro per inwoner gedoneerd? Klopt. Voor de slachtoffers? Klopt. Ja. Krijgt dit nog een vervolg? In die zin, ja, ik hoop geen nieuwe aardbevingen, maar een vervolg richting ook de slachtoffers van met name de voetbalclub AZC? Ja, nou, ten aanzien van de slachtoffers, daar houden we goed contact mee. En ik denk ook dat dat goed is. En wat je toch vaak ziet. En dat is in dit geval, dat is even mijn inschatting, is dat ook zo. Dat zeker in die eerste periode, dan zijn mensen heel erg bezig met we houden ons groot, we zetten de schouders eronder, we moeten door, enzovoort, enzovoort. En je moet natuurlijk ook goed in de gaten houden dat dit verdriet is niet over na een week. Dat is ook niet over na een jaar. Nee. Dus het is wel goed om contact te houden met mensen, om gewoon te zien hoe het met ze gaat. En dat is er en dat blijft ook. En dat is er en dat blijft ook, ja. Want kijk, de bijkomstigheid is dan toch dat je plotseling eigenlijk in een hele korte tijd veel intensief contact hebt met mensen en met inwoners en met onze inwoners en met mijn inwoners, zeg ik dan maar even. En dat is wel, laat ik maar zeggen, een rol die ik prettig vind om te hebben. Veel dingen in de politiek worden van tevoren ruim geregeld, maar zo'n avond, dit is heel spontaan ontstaan. Ja, dat is razendsnel georganiseerd. En samen ben jij hier met Harm Edens bij de veilingmeester. Ja, dat klopt. Dat doe je dus ook, dat kan je ook. Nou, ik weet niet of ik het kan. Harm Edens die kan dat veel, veel beter. Maar, maar goed, wij als omroep waren erbij. We hebben de livestream verzorgd en we zagen twee, nou niet identiek, maar twee marktmeesters die ervoor, veilingmeesters die ervoor gingen. Ja, zeker.
Dat is een eigenschap waar we jou hebben leren kennen. Maar je houdt je ook bezig met koninklijke onderscheidingen. Nou ja, dat is natuurlijk... Dat zien we hier. Dat geldt... Gordon Groothedder. Ja, nou dat was wel echt een hoogtepunt, zou ik maar zeggen. En nou is iedere koninklijke onderscheiding een hoogtepunt. Maar dit was aan alle kanten mooi. Iedere burgemeester is, zou ik maar zeggen, verantwoordelijk om te zorgen dat er op een hele goede en wijze gekeken wordt wie we in dit land en dus ook in Zutphen willen onderscheiden. Hoe werkt dat, Wiemar? Nou, de omgeving van degene die je denkt dat echt een onderscheiding verdient, die echt een groot compliment verdient, die omgeving die doet een aanvraag. En die brengt die aanvraag bij ons. Dan kijk ik daar samen met mijn zogenaamde kabinetchef. Hè, want ik heb een kabinetchef, dat klinkt duur, maar dat is een hartstikke goede collega van mij die mij in alles helpt. We kijken daarnaar. We kijken of er nog dingen moeten worden toegevoegd. Of dat je zegt van nou, ik zou het toch anders doen of wat dan ook. En dan gaat het naar het landelijke forum. Waar gekeken wordt of daar een lintje aan te pas kan komen. En dan krijgen we dat terug. Nou, je moet je voorstellen, dat is wel een proces van een jaar. Oh. Dus het is niet zo dat heel erg eenvoudig is. En het is ook niet zo dat je even met een kort briefje van twee alinea's er wel bent. Nee, het moet wel duidelijk zijn dat mensen echt uitzonderlijk zijn geweest. En we hebben heel veel uitzonderlijke mensen in Zutphen. Komt dit vaak voor op jaarbasis? Hoeveel onderscheidingen verleen jij? Nou, dat hangt er een beetje van af. Maar ik denk toch dat dat ergens tussen de 10 en de 20 keer per jaar is. Nou moet je er wel bij zeggen dat altijd op de zeg maar rond Koningsdag, dan hebben we een aantal mensen die we gelijktijdig onderscheiden. En het grappige is ook, dat vertel ik er altijd bij, die burgemeester heeft de keten. De ambtsketen. Ja, de ambtsketen. Veel mensen noemen dat de ketting, ik ook af en toe, maar dat mag je eigenlijk niet zo zeggen. En die heeft een munt of een medaille aan de onderkant hangen. En die heeft twee kanten. En de ene kant is het wapen van Zutphen en de andere kant is de Rijkskant. En ik moet hem altijd omdraaien voor de Rijkskant. Want als ik die koninklijke onderscheiding uitreik, omdat ik dat dan vervolgens doe namens de koning. Dus we zien hier ook de Rijkskant. Dus de Rijkskant staat daar aan de voorkant. Als je op een ander moment kijkt, dan zie je dat ik de gemeentelijke kant daarvoor heb. Vind ik altijd een leuk verhaal. Ja, dat is zeker een leuk verhaal. Het is geen enkele twijfel, maar zeker Gordon Groothedder, terecht dat hij... Heet dat geridderd werd of geridderd werd? Geridderd werd. En nou ja, wat ik zei, dit was echt heel uitzonderlijk, heel bijzonder. Dat had te maken enerzijds met dat het natuurlijk wel echt een hele bijzondere man is die hele bijzondere dingen gedaan heeft en doet nog steeds. Nog steeds met nationale artiesten. Het is natuurlijk echt ongelooflijk wat hij de bijdrage die hij geleverd heeft eigenlijk aan de Nederlandse muziek. Echt heel uitzonderlijk. En dat in Zutphen, vanuit zijn studio en de kwaliteit. Dus echt, ik ben laatst nog even bij hem geweest in zijn studio. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet. Ja. Maar het was ook heel bijzonder omdat het voor hem, en dat is toch niet altijd even makkelijk om dat te doen, echt totaal als een verrassing kwam. Dus letterlijk, tot aan dat de deuren open gingen, dacht hij dat hij gewoon naar de vergadering kwam. Hij wist echt helemaal van niets. Mooi. Ja. Dit doe je ook. Je doet nog veel andere dingen. Je bent ook als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid. Ja, openbare orde. Zeker. En hier zien we jou met de politie. Ja. En nou begrijp ik dat je zelfs ook met de politie meeloopt, meegaat op pad. Ja, dat probeer ik zeer regelmatig te doen. Wat je hier ziet, dat zijn de wijkagenten. Ik ga ook meestal met de wijkagenten op stap. En... ik vind het ook wel terecht om vanaf deze plaats toch nog een keer te onderstrepen dat het echt ongelooflijk is wat voor werk die mensen doen. Dat is zo knap. Als je bij ze in de auto zit, dan hoor je ze onderling praten en dan zeggen ze, hé, daar zie ik die en die. Ze kennen iedereen. En het is niet zo dat ze alleen maar op de hoek staan om te controleren of... bonnen uit te delen. Dat is helemaal niet zo. Wat zij doen is, zij hebben zo'n verbinding met die wijk. Dus ze komen in een huis waar de relatie tussen die man en die vrouw even moeilijk gaat. Of waar gedoe is met kinderen. Of waar sprake is van woonoverlast. Dat zien we ook wel eens in Zutphen. Dus ze hebben een enorm breed, ik zou haast zeggen bijna sociaal handhavend functie. En dat is werkelijk
indrukwekkend als je daarbij bent en als je ziet wat zij allemaal doen en de variëteit die ze allemaal aankunnen. Dat klinkt heel positief. Toch hoor ik ook wel eens in de binnenstad en trouwens in de wijken meer blauw op straat. Of zeg je, ja maar de blauw is er op straat. Nee, ik denk dat een terechte opmerking is. Meer blauw op straat dat is nodig. Maar we moeten ook eerlijk zijn en constateren dat we in Nederland in zijn algemeenheid echt een capaciteitsprobleem hebben op het gebied van de politiesterkte. Dus we hebben meer te veel vacatures, zal ik maar zeggen. We zouden echt meer politie willen hebben. Maar er komt ook nog eens een keer bij dat ik hier ook wel een pleidooi, ik weet niet of ze nou vanuit Den Haag kijken hoor, maar een pleidooi zou willen doen om echt duidelijk te maken dat wij hier in Zutphen niet alleen, zoals overal, een tekort hebben aan politieagenten. Maar dat het in Zutphen nog iets erger is. Omdat namelijk ook het aantal politieagenten wat wij toegewezen krijgen, in mijn ogen, niet redelijk is. Niet in de juiste verhouding. Nee, want wij hebben ook, dat moeten we ook onder ogen zien, wij hebben een gemeente die echt heel erg solidair is in sociaal opzicht. Dus we hebben een grote gevangenis, we hebben een groot AZC, we hebben een grote GGD, we hebben een psychiatrische opvang. We hebben een grote verslavingszorg. Dat zijn allemaal sociale instellingen. En dat betekent wat voor de leefbaarheid in die stad. En daar heb je ook politie voor nodig. En je kunt niet zeggen, ja, dat is hetzelfde als in iedere andere stad. Nee, daar zijn wij in Zutphen uitzonderlijk in. En ik vind het dus ook heel belangrijk om iedere keer weer op te roepen om meer agenten te krijgen. Want het gaat niet alleen dat die agenten er zijn om het op te lossen. Maar we moeten ook zorgen dat we met die agenten zorgen dat het draagvlak van die sociale empathie die we in deze gemeente zo uitzonderlijk hebben, dat we dat ook vasthouden. Ik stel voor dat we de link van dit programma sturen. Wat is het ministerie van Binnenlandse Zaken of van Justitie? Nee, het is Justitie. Justitie, dat die daar ook naartoe gaat. Dat is meteen het bruggetje toch naar cameratoezicht, want kan dat overal zomaar, cameratoezicht, gelet op de wet op de privacy? Dat mag niet. Mag een gemeente camera's ophangen? Ja, dat mag. Maar dan moet je dat wel hebben opgenomen in de zogenaamde APV. Dat is onze verordening waar je allerlei regels met elkaar vaststelt. Op dit moment hebben wij geen mogelijkheid om cameratoezicht vanuit de gemeente te organiseren. Dat wil niet zeggen dat er geen camera's zijn in Zutphen, want die zijn er natuurlijk wel. Enerzijds particulier, maar anderzijds ook op bedrijventerreinen. Maar dat is ook een particuliere vorm van camerabewaking. Maar gemeentelijk hebben wij dus geen camera's. Nou is het wel zo dat er aan het einde van dit jaar een voorstel komt naar de gemeenteraad om dat in de APV op te gaan nemen. Om die camera's het is wel wenselijk. Ja, maar ik moet er ook een disclaimer bij neerzetten. Want kijk, de politie kan wel camera's neerzetten. Dus het kan best wel zijn dat wij soms een politiecamera ergens hebben staan. Een politie is natuurlijk veelal bezig met opsporing. En de camera's die de politie inzet, die worden dan ook gebruikt om echt opsporingszaken te doen. Een gemeentelijke camera, als wij dat doen, dan gaat dat echt over de handhaving van de openbare orde. Dus het is niet zo dat wij ergens stiekem een cameraatje op willen hangen om eens even te kijken of we een boef kunnen vangen. Dat is niet het uitgangspunt. Wij doen dat omdat we denken dat er structureel overlast is en we niet meer in staat zijn om dat met onze eigen boa's goed in de hand te houden. En dus dan camera's willen hebben om het bij wijze van spreken live uit te kijken. Of te zien wat daar gebeurt, om wat voor reden dan ook. Wordt vervolgd. Dit wordt vervolgd, zeker. Weer een ander facet van jouw prachtige beroep. Jubilarissen. Ja. Die 60, 65, zelfs 70 jaar getrouwd. Dat het nog voorkomt. Mensen 70 jaar getrouwd. Ja. Nou, dat het nog voorkomt. En hoe? Ik heb ook bij deze bijeenkomst gezegd, je kunt toch wel echt zien dat we in Zutphen een zeer vruchtbare relatiegrond hebben. Want het grappige is, wij hebben in Zutphen, ik meen, vier echtparen die 70 jaar getrouwd zijn. Of meer. En ik kan zeggen dat er in Nederland slechts 321 echtparen zijn. Nou, als ik nou even kijk welk percentage wij van de totale Nederlandse bevolking hebben, en ik bekijk dat percentage voor de 70 jaar. Relatief doen, zetten we dat heel erg goed. Dan doen wij het heel erg goed. Dus dat betekent dat we hier gezond en relationeel prettig met elkaar zijn. Dat is een mooi pluspunt. Dat is maar even de conclusie. Dat is een mooi pluspunt. Dan gaan we weer naar weer wat anders. Dat is duidelijk een minpunt. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met Wereldoorlog 2. De stolpersteinen, oftewel de struikelstenen.
Waar dit jaar volgens mij was het de eerste stenen voor de Sinti zijn neergelegd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Waarom zo laat pas voor de Sinti? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk oorspronkelijk een initiatief voor de Joodse slachtoffers. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. Wat je ziet is dat er nu steeds meer een roep is om dat niet alleen voor de Joodse slachtoffers te doen, maar bijvoorbeeld ook, ik hoor ook van verschillende verzetsorganisaties die zeggen, kan er niet een stolperstein ook of een struikelsteen voor een verzetsheld, omgekomen verzetsheld worden neergelegd. Datzelfde geldt voor de Sinti. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor homoseksualiteit, die net zo die ook vervolgd slachtoffer was in die Tweede Wereldoorlog. Wat natuurlijk wel heel mooi is, is dat we het gelijk konden doen met de familie Weiss. Want dat is natuurlijk toch in die gemeenschap wel echt iemand. Hè? Sony is wel echt een. Nou ja, ook. Hij was ook aanwezig. We hebben hem horen spreken. Ja, hij was aanwezig. Ja. We hebben hem horen spreken in de Walburgers op 4 mei. Dat is natuurlijk toch wel echt heel erg waardevol om zijn woorden te horen. En dat is heel indringend ook. Daarmee zeg je ook dat herdenkingen moeten blijven doorgaan. Dat leidt ook weer tot. Kijk even naar de regie. De volgende. Daar hebben we herdenkingen in het algemene zin. Dat zijn natuurlijk ook de kransen die altijd gelegd worden rondom de dagen 4 mei. Rondom 4 mei. Zeker. En volgens mij hebben we ook nog een foto van jou dat jij mensen toespreekt. Ja, nou, dat zal. Ja, dit is Kitty Kotti. Dit is Kitty Kotti. Maar ook dat heeft natuurlijk met herdenken zeker, te maken. Zeker. En het is wel een mooie aanleiding. Kijk, we zijn bij de gemeente. Ontwikkelen we eigenlijk de toekomstige vorm van herdenken en herinneren. Want we willen eigenlijk op het moment dat het 80 jaar geleden is dat de oorlog beëindigd werd, dus dat is in 25, dan willen we eens goed opnieuw gekeken hebben hoe gaan wij nou om met onze herdenking en onze herinnering. En dat heeft met een paar dingen te maken. Dat heeft te maken met het feit dat we moeten oppassen dat we herdenken te generiek maken, dat we alles op één hoop gooien. Want het zijn echt wel verschillende aspecten. Of je, laat ik maar zeggen, slavernij en uitbuiting herdenkt. Of dat je de Joodse slachtoffers herdenkt. Of dat je militair geweld herdenkt. Of dat je burgerslachtoffers herdenkt. Of dat je mensen die politiek gevangenen zijn geweest en zich verzet hebben. Dat zijn toch wel echt 5 verschillende aspecten in dat herdenken. Dus waar we ook naar kijken is om echt te zorgen dat we die 5 verschillende vormen kunnen herdenken. Maar ook, wat ik dan altijd zeg, herinneren. Want wat je niet wil, is dat je alleen maar naar het verleden kijkt. Maar juist dat je zegt, wat is daar nou in het verleden gebeurd? En kan ik daar nou in de huidige tijd iets mee doen? Heb ik daar wat aan om mezelf, laat ik maar zeggen, toch een zekere vorm van moreel kompas te geven? Ieder voor zich, individueel, maar wel een moreel kompas om te zorgen dat dat soort verschrikking in de toekomst niet meer voorkomt. Waarbij de rode draad altijd zal blijven dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Beslist, beslist. In dat kader wonen wij nog steeds in een democratie. Mag hopen dat het ook voor altijd zo blijft. En maken we ons op voor verkiezingen. Ja. Jij bent ook de man van verkiezingen. Ja. Sterker nog, ik zat zelf een keer als privépersoon in een verkiezingslokaal. En dat jij ook gewoon kwam kijken. Ik dacht, de burgemeester komt hier stemmen. Maar je had een ander stembureau. Maar ik vond het wel heel opmerkelijk, je gaat al die bureaus langs. Ja, ik ga alle bureaus langs. Laten we ons goed realiseren dat die bureaus die worden allemaal bezet met vrijwilligers. En wat ik dan ook weer zo mooi vind, hè, want ik zei het is niet voor niks fantastisch hier. In het hele land, dat is misschien overdreven, maar op heel veel gemeenten in het land is er een zwaar tekort aan vrijwilligers op de stembureaus. En raad eens wat, in Zutphen hebben we genoeg vrijwilligers. Dat toont ook weer die betrokkenheid van onze inwoners bij dat democratische maatschappelijk leven in dit stadje. Dat vind ik echt prachtig. Mooi. Dat is toch ook een pluspunt. Tot slot, de lege toekomststoel. Ja. Ja, wat is dat? De stoel die blijft leeg. Dit was een angst van de ouderen. Ja, ik zou. Die hebben we even denken. Dat is alweer bijna dikke maand geleden. Kregen we die aangeboden als gemeenteraad. En de oproep was eigenlijk: hou nou in datgene waar je over besluit.
constant rekening met die toekomstige generaties. Misschien wel die nog helemaal niet geboren zijn. Want maar dit zijn bezorgde grootouders. Dit zijn bezorgde grootouders die nadenken over hun kleinkinderen, zal ik dan maar zeggen. Hè? En denken, hoe ziet die wereld eruit als die kleinkinderen net zo oud zijn als ik? Ik denk dat dat een terechte opmerking is. En een terechte oproep is. Nog wel leuk om te vermelden is dat we dus ook... Die stoel die staat dus in iedere raadsvergadering, staat die er. En wat we ook bij iedere raadsvergadering doen, we leggen daar even een papier op met alle nieuwgeborenen Zutphenezen en Zutphenaren. Dus of je nou hier geboren bent of je bent niet in Zutphen geboren, maar je bent wel een Zutphenaar. Die staan liggen op die stoel. Waarom is het belangrijk en waarom is het ook goed dat deze grootouders dat aan de raad hebben aangeboden? Omdat we net als overal in de politiek ook in Zutphen soms de neiging hebben om bij de waan met de waan van de dag te regeren. En het is wel, er zijn zoveel belangrijke thema's die echt vanuit een perspectief van de toekomst bekeken moeten worden. Wij gaan nu niet over, we moeten niet alleen beslissen over het klimaat van morgen, maar we hebben ook echt een verantwoordelijkheid om goed na te denken over dat klimaat van 2050, 2100 en ga zo maar verder. We gaan heel langzaam naar de afsluiting en dat doen we met een foto die we ook in het begin toonden. Zijn er zaken die we nog niet aan de orde hebben gesteld waarvan je zegt, ja, de laatste minuut wil ik nog wel even gebruiken om dit en dit? Nou, misschien dat ik die laatste minuut dan toch wil gebruiken om te wijzen naar de Walburgers. Ik heb de gemeenteraad en het college en de gemeente en ook wel een aantal organisaties opgeroepen om mee te doen aan kathedraaldenken. Kathedraaldenken. En dat kathedraaldenken, dat staat eigenlijk symbool voor het feit dat toen er kathedralen gebouwd werden, er mensen waren en die legden die eerste steen neer. En die wisten van tevoren dat ze nooit en te nimmer, niet eens het dak, maar laat staan de toren zouden zien. En dat hun kleinkinderen die waarschijnlijk ook niet zouden zien. En desalniettemin gingen ze die steen leggen omdat ze een gezamenlijk idee hadden, dit moet er ooit komen. Nou, in Zutphen denk ik dat we misschien niet zozeer in een fysieke kathedraal, maar wel denkend aan de toekomst, dat we eraan toe zijn om met elkaar dat kathedraaldenken of dat Walburgersdenken, met andere woorden, dat denken over onze toekomst, iets meer met elkaar bespreekbaar te maken. Daar heb ik toe opgeroepen. Ik noem dat vanaf nu Walburgersdenken. Waarvan akte? En dat betekent eigenlijk dat je met elkaar in gesprek gaat over hoe vind je nou dat die toekomst eruit moet zien. En denk dan even niet aan jezelf of wanneer je met pensioen gaat of wanneer je een baan wil hebben of wanneer je... Maar denk dus niet aan je eigen toekomst, maar denk er nou eens even over de toekomst waarvan je zeker weet dat jij hem niet meer meemaakt. En als we daar het gesprek over hebben en als we daar tot conclusies komen wat we nou eigenlijk zouden willen, dan hebben we een soort van stip op de horizon. Die kan heel inspirerend worden als we dat met elkaar doen. En als je die stip op de horizon hebt, dan kun je de lijn van het nu naar die stip trekken en dan weet je veel beter langs welke lijnen je besluiten wil nemen in de gemeenteraad. Walburgersdenken. Biemar Jeger, reuze bedankt voor het komen hier naar de studio. Heel graag. Ga je goed. Hartelijk bedankt.